Hallo iedereen. Dit is de allereerste aflevering van Trash Talk. En nu kom ik eruit. Het onderwerp van vandaag is bij ons opgekomen na het WK. Ik denk dat iedereen het weet. Frankrijk is het WK gewonnen. En daarna kwamen echt die hilarische memes van dat niet Frankrijk was gewonnen, maar dat Afrika was gewonnen. Grappige memes, maar toch kreeg ik een dubbel gevoel. Langs de kant had ik zoiets van, ja, het is wel waar, Afrika is wel gewonnen. Maar had ik zoiets van, noem ze niet Afrikanen, het zijn Fransmannen. Ze zijn naar school gegaan in Frankrijk, ze zijn daar waarschijnlijk geboren, daar naar school gegaan. Ze hebben familie daar. Ik denk alles dat ze kennen, of een groot deel van hun jeugd, kennen ze in Frankrijk. Maar langs een andere kant heb ik wel zoiets van, ja, jullie noemen ze nooit Fransmannen, ze zijn altijd Afrikanen, maar wanneer het jullie uitkomt, dan is het neger van, ah ja, ze zijn wel bij ons, omdat ze voor een wereldbeker zorgen. En dit heb je ook in België. Lukaku gaf een interview waar hij zei van, wanneer ik scoor, ben ik de Belg, en wanneer ik mis, ben ik dan een Belg met de Congolese nationaliteit. Met Congolese roots. Langs de andere kant is er ook iets van bij ons, zo zegt de buitenlanders, wanneer het is om te zijn van we zijn Belg, ah, nou, je pas Flamand, ik ben geen Bounty, ah, ik ben geen tata, dit en dat. Maar wanneer de Rode Duivels in de halve finale staan, staan we daar allemaal en zijn we allemaal voor de Belgen. En daarom is de vraag heel simpel. Voel je, je Belg? By the way, we zijn hier op de VB. Niet Jette, want Jette is voor losers. Etterbeek, bitches. Voel jij je Belg, ja of nee? Ik heb geen Belgisch paspoort, man. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Nee, ik voel mij echt totaal geen Belg, eigenlijk. En waarom niet? Omdat ik altijd wel het gevoel heb gekregen van de maatschappij dat ik een halftoon ben. Voel jij je Belg, ja of nee? Ja. Waarom voel jij je Belg? Dat ik het gevoel heb dat ik al geapprecieerd word in de samenleving of zo. Ja, ik voel mij ook Belg. Ja. Ik ben hier geboren en getogen. Ik ken niks anders dan België, dus Ik voel mij inderdaad Belg. Ik heb wel ook een... Mijn papa is Congolees en ik voel mij... Allee, moest iemand mij vragen, voelt je Congolees? We zijn aanwezig. Dan voel ik mij ook zeker... Allee, ik voel mij ook sowieso Congolees, maar ik kan ook wel zeggen dat ik me ook wel Belg voel, want ik woon hier, ik leef hier. Voel jij je Belg, ja of nee? Ja. Ik voel me Belg. Voel je Belg? Ja. Okay. Ja, ik voel me ook Belg. Ja, ik ben hier geboren, dus ja. Okay. Waarom voel je je Belg? Ja, ik ben hier geboren, ik ben hier op school geweest. Allee, ik leef hier al heel mijn leven, denk ik. Ja. Ja, ik ook. Ik leef hier al heel mijn leven. Ik ben hier geboren. Ik voel me hier goed, ik voel me hier thuis. De vraag van vandaag is heel simpel. Voel jij je Belg? Nee. Wauw. Waarom niet? Omdat ik niet als Belg behandeld word, dus ik zou me ook nooit Belg voelen. En wat is als Belg behandeld worden? Dezelfde voordelen en privileges krijgen zoals blanke Belgen. Maar nigga, chill. Is dan blank zijn gelijk aan Belg zijn? Belg zijn is gelijk aan blank zijn. Is dat voor u of wordt het... Zo wordt het voorgesteld. Voor mij niet. Voor mij, ik zou denken dat als je de Belgische papieren hebt, dat je dan ook Belg bent. Maar het heeft geen zin om... de nationaliteit te claimen als je niet zo behandeld wordt. Maar voor u dan, wat betekent, want jij bent uiteindelijk hier geboren, je kent niks anders dan België, wat is het dan om wel Belg te zijn? Om uw plaats in de maatschappij heel makkelijk te krijgen en dat je niet hoeft te vechten voor uw plaats in de maatschappij. Dat is heel cru om te zeggen eigenlijk, maar als allochtoon zult je altijd dubbel zo hard moeten werken om iets te zijn. En het zal altijd gaan om wat je zijt en niet wie je zijt. Terwijl als echte Belg, zeg maar, krijg je alles heel makkelijk voor je schoteld. Dus, je plaats zal altijd beschikbaar zijn. Dus voor u is Belg zijn het feit dat je in een land zit, waar je uiteindelijk niet per se alles gemakkelijk krijgt, maar waar je... Je moet je niet zorgen maken omdat je op een bepaalde manier eruit ziet dat je bepaalde dingen niet gaat krijgen. Dat is voor u Belg zijn. Heb jij daar een mening over? Ja, het ding is, zolang je wordt afgeschilderd als Marokkaan vanaf het moment dat je... binnenkomt eigenlijk. Nee, van het moment dat je slechte dingen doet, maar wel wordt gezien als een Belg vanaf het moment dat je bijvoorbeeld voor België scoort. Je kent dat wel, typische voetbalverhaal. Dan voel ik me gewoon, wil ik me gewoon altijd Marokkaan voelen. Ja, de vraag van vandaag vergeet. De vraag van vandaag, ik ben de vraag van vandaag. Nee, wacht, van waar ben je afkomstig? Mijn vader is Congolees, Angolees en mijn mama is Vlaams. Ja, natuurlijk ook Congo. Wat is dat nu voor? Ik kom toch niet direct met de fist!
Je komt echt niet direct met de stress. Er is geen afspraak, er is geen afspraak. Je komt toch eerst een omgeving, toch niet? Je komt direct met... De vraag van vandaag is heel simpel. Voel jij u Belg? Nee. Je zei nee. Ik zeg nee. Waarom? Ja, ik weet niet. Als mensen mij ook vragen, als ik op reis ben of zo, en mensen vragen waar ik vandaan kom, dan zeg ik vaak, zeggen we vaak Brussel. Ik voel mij eerder in Brussel. Brusselaar. Brussel. Ik voel mij van Brussel. Brussel, Brussel, we. De vraag is heel simpel. Voel jij u Belg? Ik persoonlijk eigenlijk wel. Ja? Waarom voel je je Belg? Vooral omdat ik heb mijn school hier gevolgd en mijn cultuur en mijn roots liggen hier, zo voel ik mij gewoon. Ja. Meer specifiek over Brussel. Mm-hmm. Brussel is echt wel zo mijn stad of zo. En ik vind het echt leuk. Ja, eigenlijk wel, hè. Zeg maar. Denk je dan dat als België u zou omarmen, als België zou zijn van we zijn allemaal Belgen, dat ze u makkelijker Belg zou voelen? Het is geen zwart-wit verhaal of zo. Natuurlijk. Ja, de ene Belg ga je gewoon normaal omarmen en de andere dan weer niet. Dus maar de maatschappij, als de maatschappij die zou omarmen als Belg? Ik weet niet, maar je roots, ik zou sowieso nooit mijn roots vergeten. Het is geen kwestie van ik voel me nu Nederlander of tenminste Belg of Marokkaan. Het is gewoon, dit is wie ik ben. En ik accepteer mezelf, ik zie mezelf als Marokkaan, ik hoef mezelf niet als Belg te zien. Ik ben gewoon, zeg maar, dubbel. Ik heb dubbele paspoort. Maar als je identiteit zou moeten beschrijven, dan ga je wel, in mijn geval, alle drie moeten opnoemen. Ja. Nederland, België, Nederland, ze maken allemaal een deel uit van mijn identiteit en wie ik ben. Nou, oké, dat dus, vind ik wel goed. Ja, dat wordt, je kan dat gewoon niet opsplitsen. En het ding is, ja, wanneer kan je het wel opsplitsen van het moment dat je gaat zeggen van, ja, voor wie ga je vechten als de oorlog is? En dan ga je echt keuzes moeten maken, maar het neemt niet weg. Het neemt niet... Hey, ik vecht voor niemand als het oorlog is. Het ding is, ja, maar snap je, dat zijn die vragen of wie kies je als je voor het nationale team moet gaan spelen. Wat moet je doen voor als Belg gezien te kunnen worden de dag van vandaag? Je moet je wel, ja, ik zal het zo zeggen, integreren, je moet je aanpassen aan de cultuur van hier, maar je moet vooral nooit je eigen ja, normen en waarden zeg maar, aan de kant schuiven. Je moet sowieso er ook voor openstaan, ja. Want ik heb bijvoorbeeld veel buitenlandse vrienden die alleen van Belgenfeestjes dan daar zo niks van willen weten en zo. Terwijl als je daar een keer niet gewoon voor openstaat en een keer meefeest met de Belgen. Ik weet niet, er is niet echt een soort van een bepaald type Belg. Je kan je Vlaming voelen of misschien Waal of van Brussel, maar een soort van algemene Belg. Dus er is niet echt zo een... Als België hebben we niet zo dat... Nee, als je kijkt naar de geschiedenis ook al, er is geen collectief... Ja, dat was het woord. Er is geen collectieve... Mindset. Of manier waarop je eruit ziet. Ook gewoon, ja, België... Ik voel de... Ik kan wel misschien praten over Vlamingen. Hè, zo de typische, ik voel mij geen typische Vlaming. Ik weet, dat is een deel van mijn cultuur en ik ben daarin opgegroeid. Maar ja, ik heb niet het gevoel dat ik daar... heel erg tussenpas, maar ook niet in de Afrikaanse of in de Congolese cultuur. Mm-hmm. Dus ik daarom ben Brussel dan? Ja, misschien is het juist dat ik zeg van ik ben van Brussel en dat iedereen van Brussel kan zijn. Dat maakt niet uit hoe je eruit ziet of wat je zegt of hoe je praat. Je kunt allemaal van Brussel zijn. Terwijl, dat is echt waar. Je kunt echt, ja. Ik ben niet die typisch Congolees, snap je? Kijk naar... I'm weird, snap je? Fam! Maar... Ja, dus... voilà, snap je? Er zijn geen bepaalde stereotypen, vind ik, die bij Brusselaar. Maar er is zo een soort van een duale identiteit. Als je zet niet het ene, je zet niet het ander. Maar wat ik vind is dat je een soort van hele nieuwe identiteit vormt. En dan heb ik vaak met mensen die bijvoorbeeld metis zijn of mensen die hier geboren zijn, maar met Afrikaanse roots. Er is een soort van nieuwe identiteit. Dat is dus interessant. En dat gaat niet of je nu Togolees bent, van Congo, van Angola, van Mozambique, maakt echt niet uit. Er is een beetje een... Ja, en dat heeft zelfs te maken met, denk ik, soms allochtoon en autochtoon. Dat heeft niet te maken of je nu Afrikaans bent of Aziatisch of... Snap je, Rus? Snap je, er is zo van... Je hebt Vlaming, je hebt dan de niet-Vlaming. En dat is het leuke aan zo allochtoon zijn, omdat alle allochtonen onder elkaar kunnen wel tegen de Vlaming. Ja, snap je? Ja. En dan zo, dus dat is het van... Het ding is... Als dat is wel een collectieve identiteit. Dat is wat ik wil zeggen. Daar hebben we dat collectief. Het feit dat er zo verschillende gemeenschappen zijn, is dat een gevaar voor de Belgische identiteit, ja of nee? Maakt het moeilijker om Belg te zijn van ik voel me Belg wanneer er Marokkanen, Polen, Congolezen, Rwandezen, Turken, Tunezen, weet wel, al de gemeenschappen zijn? Als een Belg tegen mij zou zeggen van ja, dat maakt het voor mij moeilijk om echt Belg te zijn, dan ga ik mijn vragen beginnen stellen. Want dan ga ik mijzelf afvragen van welke cultuur pak je met u mee? Mm-hmm. Want zoals je zelf zegt, Marokkanen hebben een cultuur, Turken hebben een cultuur, Afghanen hebben een cultuur. Iedereen heeft een heel mooie cultuur en iedereen heeft iets meegebracht naar hier. Wat een mooi... Evenwicht. Ja, dat is gewoon allemaal mooi terechtgekomen. Maar als een Belg dan tegen mij zegt van...
ik kan mezelf niet meer zijn. Mm-hmm. Wat bracht jij mee of wat had jij dat jij zelf niet meer naar voren kunt brengen? Dat is een mooi antwoord. Ja, als je tegen mij gaat zeggen, ik kon zondagmiddag pannenkoeken eten en alle vrede. Niemand gaat dat van je afpakken. Maar laat een ander mens ook in zijn waarde dan. Want waarom zijn zij telkens aan het pikken en aan het wijzen van dit, zie en la, terwijl niemand iets van hun afpakt? Kijk, als er moskeeën gebouwd worden, ik denk niet dat op de grond waar dat die moskeeën gebouwd worden, een kerk gebouwd ging worden. Dat daar, we pakken niks af. Pak gewoon de mic anders. Ik weet niet of je met veel mensen gaat met vreemde origines, maar denk je dat die mensen zich Belg voelen? Mensen met een achtergrond in Congo, Marokko, in Turkije. Oh my god. Ik ging Turkeland zeggen. Wauw. In Turkije, voel je dat die mensen zich Belg voelen, ja of nee? Goh, ik denk dat er zeker sommige mensen zich zo voelen, maar ik kan dat niet antwoorden voor hen, denk ik. Ja, waarvoor heb je die voelen? Nee, voilà. En ik denk ook wel dat zij zich Belg kunnen voelen zonder hun roots te vergeten of dat zo. Goed, dus goed. Ze kunnen zich identificeren met wie of wat ze willen. Dus. Ja. Voilà. Nou, ik vraag me nu af, al die verschillende gemeenschappen, brengt dit de Belgische identiteit zogezegd in gevaar? Wat is je mening daarover? Ik denk, zolang het onderwijs niet gepolariseerd wordt of zo, dat het in orde komt, persoonlijk. Hopelijk, wishful thinking. Maar ik persoonlijk ben zo redelijk open mentaliteit, maar dat is dankzij mijn school. Ja. Ik ken mensen die op een compleet ander onderwijs hebben gezeten en die zijn een compleet andere mentaliteit. Dus ik vind dat het... Hij ook! Samen in school. Maar voilà, maar het is... Vooral als jongeren, want we komen allemaal als eerstejaars uit het middelbaar onderwijs. Ja. Is het belangrijk dat je daar al de roots legt voor een soort van diversificatie van de gemeenschap. Laatste vraag. De verkiezingen zijn geweest. Ja. Je bent van Brussel, maar in Vlaanderen is er toch een opkomst geweest van de rechtse partijen. Ja. Ik ben zelf van Nino, ik weet niet of je het hebt gehoord. Wat er ja. Wow. Ik ben van Nino, dus extreem rechts dan gewoon. Alleen maar na 22 uur. Ik lach niet. Avondklok. Ja, nee, sorry. Ah, ze denken dat we lachen. Ze denken dat we lachen. Gie, als je niet kijkt, laat me binnen, man. Laat me binnen. Man. Oké, we lachen, maar dat is echt niet oké. we lachen om onze tranen te verbergen. Dat is niet grappig. Mm-hmm. Maar zwart, dus dat ik wou zeggen, dus er is een teken in Vlaanderen, dus dat mensen toch moeilijkheden hebben met multiculturaliteit. Denk je dat het moeilijk is voor België, mensen in België, dus de Belgische identiteit, komt die in gevaar door die multiculturaliteit of net niet? Of ja, ik kon ook aan de Congolezen vragen toen België, toen België was van, hey, we're gonna take your researches, we're gonna rip your eyes. En snap je, ik ben zo van, mensen, multiculturaliteit is de toekomst. Is de toekomst, is het verleden, is het heden. Je vindt daar niet... Nee, zeg die bar. Zeg het, pak de mic en zeg het. Ja, maar ik kan dat niet zo... Jawel! Multicultural. Oh, maar wow! Dat was even mijn vibe. Dat was geen vibe? Nee, niet. Nee, toch? Nee. Maar wat? Hey, multiculturaliteit is het heden, het verleden en de toekomst. Maar mooi, ik had een vraag. Ik ben die even vergeten. Ja, je kunt maar mee voeren. Van waar ben je? Van Congo of van Angola? Van Congo, sorry. Van Congo. Okay. Excuseer. Excuseer mevrouw, RDC, het is bien, 243. Ik kan niet doen. Nee, we gaan even serieus. Dus, okay. Je bent Congolees. Mm-hmm. Ik praat niet dat je roots moet achterwege laten. Je hebt een bepaalde roots. Yeah. Maar als we even 100% eerlijk zijn, we zijn Belgen. Mm-hmm. Ik weet niet, zou je in de Bled nu kunnen wonen, ja of nee? Ik heb persoonlijk niet. Of ik nu terug in Congo zou willen wonen? Daar in de shit. Praat niet op vakantie. Ik zei gewoon. Nee, echt wonen niet. Ja, zie je? Want als ik. Ja, nee. Ja, voilà. Dat is daarom mensen. Oh, dan ga je niet die energie van. Ah, nee, ik ben Congolees. Nee, dat is leuk op de gram. Maar als je ze vraagt om daar te wonen? Nee, tuurlijk. Allee, als we naar de toekomst gaan kijken, zou ik daar niet kunnen wonen. Praat niet over de toekomst, praat over nu. Oké, ik zou daar niet kunnen. Oké, we moeten afsluiten. Mooi einde. Oh, wat is een mooi einde? Nee. Kut. Ik ga eerlijk zijn, stoofvlees is lit.